Pasco, in het nieuwe Excelsior Magazine vertel je over je eerste minuut in de Keukenkampioendivisie. Nou, je hebt nu een hele wedstrijd mogen spelen. Ja, klopt, klopt. Ja, supermooie ervaring natuurlijk. Dus ja, dat is alleen maar mooi. Ik kan allemaal weer mee je rugtas in. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, ik denk dat we als team niet zo heel goed speelden. Ja, het was gewoon een slechte wedstrijd van ons. Ja, daar, ja, dat is het gewoon. We hebben het, ja, we spelen nog 2-2, maar ja, we hadden, als we goed speelden, dan had er veel meer ingezeten, maar goed. En persoonlijk denk ik, ja, op zich wel een prima wedstrijd gespeeld. Ik denk wel de juiste keuzes gemaakt, dus dat op zich, ja, ben ik wel tevreden daarover. Ja, je zegt een slechte wedstrijd van ons. Toch was het gevoel dat het niet nodig was om een 0-0 te hebben halverwege. Je had ook al voor kunnen staan. Ja, klopt. Bijvoorbeeld, we hebben best wel aardig wat kansen gehad natuurlijk de eerste helft. En de tweede helft geven we het eigenlijk gewoon... ja, eigenlijk gewoon weg. Dus ja, dan staat het ineens heel snel 0-2 of 2-0. Ja, klopt, klopt. Ja, klopt. Ja, dat is zonde. Dat is, ja. En toch trek je hem dan nog recht, 2-2. Ja, moet je dan tevreden zijn met zo'n uitslag? Of? Nee, ik denk het niet. Ik denk als we naar ons eigen spel kijken, was het gewoon niet voldoende vandaag. Dus dan ben je daar niet tevreden over, denk ik. Hoe leerzaam zijn dit soort wedstrijden voor jou? Ja, tuurlijk is het leerzaam. Ik had het maandag gehoord, dus je kan er nu ook naartoe leven, zeg maar. Bij Dordrecht was het split second. Ja, dus er komt iets ander gevoel bij kijken natuurlijk. Maar ja, het is alleen maar mooi natuurlijk en leerzaam. Ja, toen had je geen eens tijd om zenuwachtig te worden. Hoe zat het nu? Nou, op zich ook niet echt heel zenuwachtig. Wel een beetje gezonde spanning. Anders zou dat ook niet goed zijn, denk ik. Maar ja... Niet dat ik er wakker van lag of zo. Zeker niet. Mooi stadion om 90 minuten te spelen, toch? Ja, zeker. Het was een mooi stadion, mooi veldje, mooi weer. Dus de elementen waren goed.